Ik ben Eke van Koken met Kennis en in deze serie ga ik jullie uitleggen welke pan het best geschikt is voor welk gerecht. In deze video ga ik een lekker biefstukje bakken. Handig als je rood vlees bakt is een pan die goed heet kan worden met een steel die in de oven kan. Ik gebruik daarvoor de BK Conical Deluxe pan. Dat is een meerlaags RVS pan met een aluminium tussenlaag. En dat is handig, want dat geleidt de warmte goed. Voordat ik begin, eerst de pan rustig opwarmen. Tijdens het bakken heeft biefstuk veel hitte nodig. Dan kan zich snel een korstje vormen om de buitenkant en juist het korstje dat geeft smaak. Maar voordat ik ga bakken, eerst peper en zout. Het biefstuk bak ik in olie, zoals arachide of zonnebloemolie, omdat olie een stuk heter kan worden dan boter. Boter kun je altijd later nog toevoegen voor de smaak. De olie is heet genoeg als je de lucht ziet opstijgen uit de pan, maar de olie mag niet roken. Leg het vlees in de pan en dat bak je ongeveer 3 minuten, waarbij je het om de halve minuut keert. Want juist dat regelmatig keren, dat zorgt voor een goede hitteverdeling in het vlees. Nou, dan doe ik er wat boter bij voor de smaak en dan gaar ik die biefstuk nog 5 minuten door in de oven op 150 graden. En het mooie van deze BK-pan is die steel is ook van RVS en hittebestendig. De biefstuk kan met pan en al in de oven. Laat de biefstuk na het garen nog even rusten onder folie. 5 minuten is genoeg. Dan kan die hitte zich een beetje herverdelen en dan komt er minder vocht uit als je hem aansnijdt. En voor de mensen die het zeker willen weten, kan je ook even een thermometer gebruiken. De gewenste kerntemperatuur is namelijk 55 graden. Kijk eens naar een mooi stukje vlees. Het is lekker bruin aan de buitenkant en mooi rosé van binnen. Dat is precies wat je wilt bij een biefstuk. Nou, dat wordt smullen. En heel fijn, deze pan die kan gewoon in de vaatwasser. Zo, nu weet je welke pan je nodig hebt voor dit gerecht. Maar natuurlijk kun je de pan gebruiken voor nog veel meer gerechten.